Deze nieuwsuitzending wordt niet lang. De bedoeling is dat jullie naar aanleiding van deze nieuwsuitzending gaan kijken naar een film die je kan vinden op Netflix. En die heet De Zwarte Dood. Maar dan op zijn Engels. Alles van Netflix, dat is katholiek goedgekeurd. Dus oftewel vrouwenverering of multiculturaliteitverering. En de Black Death, die is uitgebracht in 2010. Die duurt 1 uur en 41 minuten. En kijk er eens naar. Ik heb hem nog niet uitgekeken. Maar tot nu toe gaat het erom dat de vrouwen, dat zijn de mean mofo's. En het thema is de doden tot leven verwekken. Necromantie. En de kerk die doet dat, by the way. Niemand met een gezond verstand laat zichzelf begraven, begrijpen, in een graf met een beeltenis erop. Het is net alsof de doden nog leven. Om het uit te leggen, je hebt een lichaam en dat gaat dood. Ja, maar Perry, er zijn tijden bekend en toen werden wij wel 900 jaar, hoor. Ja, en ook Methusalem, waar je het over hebt, die ging ook dood. Ja. En een lichaam wat doodgegaan is, dat is een lichaam dat doodgegaan is. Dat ga je niet weer tot leven wekken. Ja, maar wat zeg je nou, Perry? Want Christus, Jezus, dat zeg je zelf, die is uit de doden opgestaan. Ja, hij is uit de doden opgestaan. Hij is niet tot leven verwekt. Het verhaal van Christus Jezus, dat zat hetzelfde in elkaar en is een heel klein beetje anders. En als je dat verschil wil begrijpen, kijk vooral naar de verkeerde interpretatie. En die kan je vinden in de film De Zwarte Dood, of The Black Death. En als je heel aardig doet tegen mij, dan bel ik mijn een pleegtante of een stieftante. En dan mag je ook meekijken op mijn Netflix-account. Als zij dat goed vindt. En anders regel je het maar zelf. Het schijnt dat Netflix een aanbieding heeft van 3 maanden gratis kijken. Nou, dan moet je na 3 maanden op tijd zijn om het op te zeggen. Dan krijg je geen factuur. En dan ga je daarna naar Ziggo kijken. Heb je een jaar lang gratis. Dan doe je dat maar. Dan zie je de andere kant. Ik ga nadenken over een mooi plaatje bij deze uitzending. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Maar ik maak er wat moois van. Dus, The Black Death. Het katholiek hoogtepunt van Netflix. Die waarheid omdraaien. En dan heb je de kans dat je in de gaten krijgt wat Christus Jezus inhoudt. Een
Dankjewel voor het luisteren naar deze reclame voor Netflix. En auf zum Hamburgs sag ich tschüss. En dag lieverds.